In veel gebieden in Pakistan zijn er alleen maar jongens op school. Onderwijs is voor meisjes verboden. Hafiz en Hassan, doorwerken. Ja. Niet lopen praten. Ja, hey, hier zitten wel kinderen en een meester. Hallo meester, mag ik binnenkomen? Een meisje, wat kom jij hier doen? Ik wil graag iets leren en ik wil ook later iets worden. Ja, ga maar daar zitten dan. Godverdomme, meisje in de klas. Dat mag toch helemaal niet, ze mag geen les krijgen. Ja, dat is echt schandalig. Ik ga het echt tegen mijn oom vertellen. Ja, oké, je wou toch wat leren, maar hoe heet je eigenlijk? Mijn naam is Malala. Nou, dan zet ik je maar op de naamlijst. Ik ben benieuwd wat ze er allemaal van gaan zeggen. Het nieuws van Malala, die naar school was gegaan, ging erg snel. Ik heb iets vreselijks gehoord. Er is een meisje naar school gegaan. Rustig, ik weet dat het vreselijk is. Voor moet haar afmaken. Ja, dat is een goed idee. We moeten haar afmaken en een stukje snijden. Hé, hey, wacht eens even. Staat er niet in de Koran wat je niet mag doden? Een kind van 14. Maakt dat uit? Het gaat nog te ver. Er staat al zoveel dingen in de Koran waar we niet aan houden. Dus een moord, dat maakt niet uit. Vermoorden! Vermoorden! Een tijdje later liepen Malala en haar vriendinnen in het park. En nee, moeten we het nu doen, anders gaan we eraan. Zo, ik vind het echt zo dat je naar school bent gegaan. Ja, ik zou dat zelf nooit durven. Ja, het was eigenlijk niet... Ja, in het begin was het zo een beetje... Ze keken me raar aan, maar daarna steeds langzaam begon het wel leuker met hen te worden. Meisjes mogen niet naar school. De ambulance! Snel! Oké. Snel! Iemand is hier doodgeschoten. De ambulance kwam er gelijk aan. En Malala werd naar de dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar haar moeder ook naartoe was gekomen. Malala, ze hebben mijn kind vermoord! Ze hebben mijn kind vermoord! Mevrouw, het komt allemaal... Malala, mijn kind! Ja, Malala! 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 Malala, mijn dochter, nee! Ik zie de kogel, ik zie de kogel. Hij is niet zo ver. De kogel, snel, geef me een opzet. Oh, daar ligt hij. Pak hem. Ja, we hebben het! Jongens, het goede heeft Kader overwonnen en Malala blijft leven. Je gaat het redden, meisje, je gaat het redden. Een jaar later was Malala helemaal hersteld van de laffe aanslag en mocht zij voor de Verenigde Naties spreken. Beste mensen van de Verenigde Naties, ik wil een moedig en sterk meisje naar voren helpen. Haar naam is Malala, een applaus voor haar. Ik ben zo trots op mijn dochter. Boeken, pennen, schriften kunnen de hele wereld veranderen. Dat betekent alles voor mij. Dus elke meisje moet naar school gaan.